Ismael Lazar, Tilburger. Goedenavond. Je smilt helemaal. Was het een mooie ervaring? Ja, sowieso. Ik heb mijn best gedaan. En ja, ik kom maar tekort. Ja, voelde dat zo? Ja, zeker. Anders had ik gewoon... Dat is natuurlijk zo. Maar Rico ook, die sprak wel zijn bewondering uit voor de tegenstand die hij kreeg. En ook ja, hoe je die klappen opving. Dat is voor jou natuurlijk minder prettig. Maar wel fijn dat een kampioen dat zo zegt, denk ik. Ja, tuurlijk. Ik heb hem op sommige vlakken moeilijk gemaakt. Ja, hij was toch de betere man van vandaag. Maar hij was niet de betere als het om publieke steun gaat. Want hij had misschien wel meer publiek, maar die van jou maakte wel meer geluid. Ja, kijk, het is leuk. Het is leuk dat veel mensen zijn komen kijken voor mij. En ja, ik wil ze ook allemaal bedanken voor de support die ook live hebben gekeken. Natuurlijk. En ook de keer zijn gegaan in de zaal. Dat is mooi. Dat is echt mooi. Ja. Jammer voor vandaag. Ja, echt op een leuke manier te keer ging, hè? Ja, zeker. Had je nou bussen geregeld uit Tilburg? Of hoe zijn... Iedereen woont in de buurt. Ik denk dat Tilburg 15 minuten vandaan is hier. Dus ik denk dat iedereen zelfs op de fiets kan komen of op een scooter. Was dat voor jou ook extra bijzonder daardoor om je eerste glory gevecht dan hier te doen? Ja, zeker. Mooie locatie Den Bosch. Ja, ook lekker in de buurt. Ook veel mensen die mij kwamen supporten. Dus ja. Smaakt dit nou naar meer? Ja, sowieso. Ik ben nog niet klaar. Ik kom voor meer. Ja, want wat zijn jouw plannen nu? Wil je zo snel mogelijk weer die ring in? Eerst even lekker rusten. Eerst even genieten. Ja, toch wel genieten. Ondanks dat je verloren hebt. Ja, sowieso. Ik heb een hard jaar op zitten. Veel wedstrijden gevochten. Ja, wel genoeg voor me, voor die relax. Geniet ervan. Dankjewel.